Dit programma wordt u mede mogelijk gemaakt door Gerards Bloemenkas en Treiteurslager Huizing. In dit uur besteden MO Spiarts en Patrick Brinks aandacht aan het piratencultuur. Dit is RTV 1 Piratencafé. Luisteraars, een goede avond en welkom. Dit is RTV 1 Piratencafé. Tegenover mij zit Patrick Brinks. Goedenavond. Ja, goedenavond. Goedenavond. We hebben een gast tijdens ons programma. Ja, zeker. Johnny Eysting. Nou, geweldig. Goedenavond. 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 Daar was ik dan. Ja. Ja, wat leuk om hier te zijn trouwens. Ja, mooi hè. Gezellig piratencafeetje. Het doet de naam eer aan. Nou, dankjewel. Het is goed gelukt. Het is compact en lekker en gezellig. Ja. Wat dan ook weer. Ja. En wat lekkers. Je komt vanuit Appelscha. Yes, ja. Ja. Daar plaatsje vlakbij Appelscha. Dat heet Ravenswoud. Ja. Dat ligt 2 kilometer vanaf Appelscha. Daar ben ik geboren. En na 11 jaar ben ik 2 kilometer verderop verhuisd in Appelscha. En daar ben ik ook getrouwd. Kinderen gekregen samen met mijn vrouw. Echt, ja. Die is inmiddels helaas overleden. 6 jaar geleden. Okay. En, maar ik woon er nog steeds met veel plezier. En het is net op de grens van Drenthe. Een beetje Groningen. Ja. Dus we zijn eigenlijk het... eigenlijk hebben we 3 landenpunt van onderin Friesland, zeg maar. 3 provinciënpunt, ja. 3 provinciënpunt, ja. Maar wel altijd daar gebleven ook, dus. Ja, ja, ik woon er met veel plezier. En het is natuurlijk... Appelscha is natuurlijk ook een heel kleine plaats qua inwoners. Want we hebben er 5000 of zo. Mm-hmm. En het is ons kent ons. Iedereen kent elkaar ook. Het is elkaar groeten. Het is, iedereen natuurlijk niet, maar... er is heel veel... nu, op dit moment, komt er heel veel mensen van buitenaf. Ja. Vanuit het westen. Ja. Komen ze dus Appelscha ontdekken en de meerdere omgeving hoor. Dat telt ook voor Oosterwolde. Ook Ravenswoud uiteraard. Dus dat breidt zich wat uit met meerdere nationaliteiten, noem ik het dan maar. Juist. Ja, ik kom er ook jaarlijks trouwens. Iedere zomer kom ik wel in Appelscha met mijn kinderen. Duinenzaten, ja. Inderdaad. Ja, ze hebben heel veel mensen. Ja, pretpark. Verkeers- en attractiepark noemen ze het, hè? Ja, en voor een vaste prijs krijg je geloof ik ook allemaal nog de hapjes erbij. Ja, drinken, eten zit erbij in. Ja. Ja. En, dat is niet duur. Stik voor elkaar, hè? Dat hebben ze het verkeerspark Assen hebben ze erbij in. Ja, dat klopt. Ja, super mooi, hoor. Ja, dat klopt. Fijn dat dat er nog is, want die trapautootjes hadden we vroeger al. Ja, geweldig. En er rijdt dan iedere zomer daar ook een politieagent rond. Ja, politieagent, ja, geweldig. Van de dag of einde van de rit krijg je een rijbewijs. Ja. En dan kun je een fotootje erop zetten en dan hebben de kinderen een rijbewijs. En dat wordt wel heel erg gewaardeerd. Kijk, het verkeerspark in Assen is natuurlijk ook helemaal verdwenen. Uh-huh. En dat is toen allemaal bij de TT-baan gekomen. En toen heeft de familie Jasper, was het toen, die heeft alles naar Appelscha toe gehaald. Ja. En toen zijn er meerdere mensen ingekomen. Er zaten er meerdere partijen in. Niet alleen de familie Jasper, maar nog meer. En dat ontwikkelt zich steeds meer. En er komen steeds meer attracties bij. En het is gewoon een schoon, mooi park. Ja, het is keurig netjes. En het eten is goed en daar gaat het gewoon om. Ja. Precies. En daar willen mensen voor weinig geld een hele dag wel plezier. Ja, ja. En wees eerlijk, wat ik bedoel, als je naar een restaurant gaat... je hebt een schilderijtje op je bord liggen... en je moet daar duur voor betalen en je bent niet zat. Ja. Weinig mensen die dat willen doen. Nee, dat klopt inderdaad. Ja. Goed, we gaan het even hebben over jouw artiestenbestaan. Ja, wat fijn. Ooit ben je begonnen met zingen. Hoe is het allemaal begonnen? Nou, ik zong natuurlijk al heel vroeg. Op de lagere school was ik altijd al... als er iemand moest zingen voor de klas... dan was ik die de vinger omhoog deed van ik wil wel. Mm-hmm. Ieder kind die... Nou, op school willen ze niet zo snel zingen voor een klas. Maar ik was altijd wel... want ik wist toen eigenlijk al... ik wil eigenlijk wat in die muziek gaan doen. En toen ben ik in 1981... ben ik stiekem weg begonnen met een goede maat van mij... Stef Koers... zijn we samen een duo begonnen. Later is zijn zusje erbij gekomen. En toen kreeg ik het malle idee om een nummer op te nemen... tussen blank en zwart. En het nummer heette dan Het Ene Verschil. Dat was mijn allereerste single. En die hebben we uitgebracht. En met heel veel optredens daarachteraan. Dat had ik nooit verwacht. En, werd dat nummer gelijk goed opgepakt trouwens? Ja, was ik hartstikke trots op. Het is heel bekend bij de piraten natuurlijk. Ja, en dat bedoel ik dus ook, dat zou ik erachteraan zeggen. Want het is opgepakt door de piraten. Ja. En daar hebben wij ook een beetje de naam gekregen. En toen was het nog, want zijn zusje kwam bij, dat was Willy. En zo was het Willy en de Gompie Boys. En hoe kom je eraan? Inderdaad. Wij hebben ons ook al afgevraagd, de naam Gompie. Waar komt dat vandaan? Het was vroeger in Appelscha stond er een dancing. En dat was Bar Dancing, dat heette toen Bar Dancing de Totempaal. En dat was de eigenaar eruit, eigenaar erin, eigenaar eruit. En toen kwam je op een gegeven moment leeg te staan. En toen dacht ik, dat is wel wat voor mij misschien. Hè, want ik deed toen horeca. Ik denk, dat wil ik wel doen. En toen dacht ik, ja, maar die totempaal, die naam, die moet eraf. Ik denk, er moet wat anders. En heel vroeger had je op de televisie
voor de kinderen voor het slapen gaan, dan was er een hele grote walrus. En die zei dan, gompie. En toen dacht ik, zo ga ik hem doen. Dat gaan we doen. Ja. En zo is het gebeurd. En zo heb ik het ene verschil opgenomen. Ja. Ja. Ik zou niet eens meer weten wat de B-kant ervan was trouwens. Oké, nou dat kunnen we dat wel eens uitzoeken natuurlijk. Dat kan ik niet eens meer bedenken nu. Ja. Maar even voor de luisteraars, zullen we de plaatjes gaan draaien? En dan kunnen we wel even draaien, ja. Toch? Nou, het zou fantastisch zijn. Ja. Ik heb hem heel lang niet gehoord. Heel lang niet. Nou, komt hij aan. Er leven op de wereld heel veel mensen, groot en klein. Zo zal het altijd blijven, zo zal het altijd zijn. Mensen, zoveel soorten, wij tellen slechts alleen. Onze blanke medemens, maar de rest die staat alleen. Blank of zwart, het maakt niets uit. Ieder mens heeft zijn gevoel. Of je China of uit Rusland komt, we hebben hetzelfde doel. Onze zwarte medemens, die zien we vaak niet staan. Maar op een dag, dat hoop ik toch, dan zal het beter gaan. Veel kroegen in ons land, daar mogen zij niet in. Waarom moet dat nu wezen? Want het heeft toch echt geen zin. Waarom moet er nu dan toch verschil blijven bestaan? Wij helpen toch graag iedereen. Waarom dan nu niet vooraan? Blank of zwart, het maakt niets uit. Ieder mens heeft zijn gevoel. Of je uit China of uit Rusland komt, we hebben hetzelfde doel. Onze zwarte medemens, die zien we vaak niet staan. Maar op een dag, dat hoop ik toch, dan zal het beter gaan. Ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles beter gaat. Dat zij ook kunnen leven in deze kleine staat. Blank en zwart, je ziet verschil, maar het gevoel, dat is gelijk. Laat ze toch niet in de kou, dan zijn we allen rijk. Blank of zwart, het maakt niets uit. Ieder mens heeft zijn gevoel. Of je uit China of uit Rusland komt, we hebben hetzelfde doel. Onze zwarte medemens, die zien we vaak niet staan. Maar op een dag, dat hoop ik toch, dan zal het beter gaan. Maar op een dag, dat hoop ik toch, dan zal het beter gaan. Hallo zender Droef, jij bent weer bij ons terug in de band. Hallo zender Droef, zonder zender stond jij aan de kant. Wij moeten toch weten, ze hebben jou gemeten, het was voor jou toen voorbij. Hallo zender Droef, jij bent terug in de ether bij mij. Hallo zender Droef, jij bent terug in de ether bij mij.
In een klein dorpje in Friesland, daar woonde een man. En ieder die kende zijn naam, ze wisten ervan. Zender Droef is zijn naam, hij kreeg er veel faam. Iedere zondag was hij op de vlucht. Maar het was plots voorbij, want de overheid zei: we halen hem uit de lucht. Hallo Zender Droef, jij bent weer bij ons terug in de band. Hallo Zender Droef, zonder zender stond jij aan de kant. Wij moeten toch weten, ze hebben jou gemeten. Het was voor jou toen voorbij. Hallo Zender Droef, jij bent terug in de ether. Terug in de ether bij mij. Hallo Zender Droef, jij bent terug in de ether. Terug in de ether bij mij. Hij heeft toen lang gewacht, maar nu is hij weer bevrijd. Die 3 jaar op proef is hij voorlopig weer kwijt. Een mast heeft hij staan, nu de zender eraan. En de platen die gaan in het rond. Dan is hij zo blij als een vogel zo vrij. En maakt hij de mensen weer blij. Hallo luisteraars en amateurs. Hier is voor u na 3 jaar Zender Droef weer aan de band. Ik hoop u met de Nederlandstalige muziek weer van dienst te zijn. Wij moeten toch weten, ze hebben jou gemeten. Het was voor jou toen voorbij. Hallo Zender Droef, jij bent terug in de ether. Terug in de ether bij mij. Hallo Zender Droef, jij bent terug in de ether. Terug in de ether bij mij. Ook een bekende plaat deze, Hallo Droef. Ja, dit is een hele mooie plaat. Ik heb het ene verschil, zeg maar, dat ik die had gemaakt. Uh-huh. Toen, want ik kom van oorsprong van Ravenswoud. En op Ravenswoud leefden toen ongeveer 11, 12. Toen nog de echte geheime zenders, hè, met wat stiekem moest. Ja. En eentje daarvan was Zender Droef. En dat was Klaas Bergsma, heette die. En die zei, je moet ooit eens een keer een begintune voor mij maken. En zo is dit geboren. En toen zei Stef, die woonde toevallig ook naast hem. Die zei van, dat ga ik voor je doen. Ik maak een mooie single. En dan proberen we, als Johnny hem dan in wil zingen, dan doen we dat in de studio in Borger, dacht ik dat het was. Dacht Borger. En daar hebben we mee gezongen. En die is ook heel goed ontvangen bij de geheime zenders. Nee, eerst dacht ik van, ja, je bent gebonden aan één naam. He, je draait Zender Droef, het is zijn tune. Ja. Maar dat maakte de rest niet uit. Nee, hij werd wel gewoon gedraaid. En dat stel ik nog steeds zeer op prijs. Ja, daar hebben we echt wel veel plezier van gehad. Ja, ja. Dat was mooi. En welke plaat heb je daarna gemaakt? Toen is het eigenlijk begonnen dat wij als orkestje zijn gestopt. Hè, want we deden toen met z'n drieën, Stef, zijn zus en ik. Ik was dan drummer van het orkest. En ik had toen drumles in die tijd van Cas Hofman. Van het duo Moederfun. Ik had een beetje zangles van Benny Hulshoff. Dus ach ja, zo is die laatst ook bij ons geweest trouwens, Benny. Ja? Ja. Oh, geweldig. Ja, dat was super gezellig ook, ja. Dat is echt een fantastische man. En, echt. En daarvoor hebben we inderdaad Boeten. Ja, de Boetniks. De Boetniks. Daar was Cassie drummer van. Precies. Ja, Cassie Hofman. Cassie is helaas overleden. Ja, dat klopt. Ik dacht vorig jaar of anderhalf jaar geleden. Nou, nog niet zo lang in ieder geval. Ja, ik heb de datum zo ja, bij, nee, maar nou, goed, een jaar geleden. Je loopt niet met die datum in je hoofd natuurlijk. Maar ik heb aan die twee heb ik ontzettend veel plezier beleefd. En bij Benny thuis was natuurlijk net zoiets als dit. Hè? Ook een beetje het café gebeuren. Een bar en Aukje, die leefde toen nog zijn vrouw. En die stond er achter de bar en wij zaten dan aan de bar. Nou, daar hebben we feesten. Het was echt onvoorstelbaar. En heel, heel veel gezongen. En... Ja. Maar goed, ik bleef wel kameraad met Stef Koers. En die verdiepte zich ook wat meer in die muziek. En toen kwam ik bij hem en toen zei ik... Ik heb een refrein, ik heb 2 coupletten. Maar ik heb geen muziek. En ik wil eigenlijk nog een 3e couplet. Hij zei, wat is het? Ik zei, de grote wens. Is het een grote wens? Ja, ik zei, de grote wens. Nou, even voorzingen, want ik heb natuurlijk verstand van muziek als een koe. Qua noten, maar dat weet ik helemaal niet. Nee, dus toen ben ik... Dat wil je vaker, hè? Noten lezen ben ik niet zo heel... Ja, nu inmiddels wel, maar toen had ik er helemaal niks mee. Nee. En toen zei Stef, dat gaan we doen. En die heeft het toen opgenomen. En dat was in 3 of 84. Toen hebben we die single opgenomen. En nou, daar ben ik echt van geschrokken hoeveel daarvan verkocht werden. Dat waren een kleine 5000. Zo, ja. En hij is gedraaid. Toen was dat heel, vond ik heel bijzonder. Op Hilversum 3.
bij Atje Roland. Oh, Krieken met Atje heet het programma. Jamal. Ja, oké. Okay. Geweldig. Krieken met Atje. Ja. Het schiet me zo een keer erin. Krieken met Atje, dat was dan voor vrachtwagenchauffeurs. Ja. En ik sprak met een van die chauffeurs en die zei: oh, ik heb je vanmorgen gehoord op de radio bij Atje Roland. Ik zei: ja hoor, zeker. Dat zal. Hij zei: nee, het is echt waar. Dus de week erop, dat was op zondag op maandag, die nacht ging het dan, was hij met zijn uitzending. En toen de hele morgen geluisterd van 4 tot 7 en hij werd niet gedraaid. Dus ik was nou ja, een beetje narrig. Mm-hmm. En de week erop maar weer voor die radio en 6:15 kwam die aan. Dus ik had eigenlijk een beetje, nou ja, 2,5 uur van niks zitten loeren. En, maar 6:15 kwam hij toch en dan hoor je een plaatje op de radio. No. Op Hilversum. Fantastisch. Ja, dat vond ik fantastisch. Ik denk, dit is hem. Nou, dat was hem helemaal niet. Ik heb er veel momentjes. Want als er, echt, eentje gezorgd heeft dat De Grote Wens mijn grootste hit was, mm-hmm, dan is dat gebeurd door de geheime zenders. Daar kon je niet zonder. Nee, en af en toe in Groningen, Friesland of Drenthe was, maar ook in Overijssel. Hmm. Hij werd overal gedraaid. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel bijzonder. Nog steeds. En dat, vond ik nog steeds. Ja. Ja. En ik vertelde al toen ik binnenkwam, dat ik hem op Facebook, zag ik hem staan. En toen moest hij €52 kosten. En hij is voor 76 is je weggegaan. Nou, dat vind ik wel zo bijzonder, dat mensen dat voor een plaat betalen. Ja, mooi, hè? Ja, hè? Ik heb hem zelf niet eens meer. Okay. Niet één van mijn singles trouwens, want ik heb ze ook ooit weggegeven aan de GMZ. Die zei, ik heb helemaal niks. Nou, ik neem dan die 4 van mij maar. Nou, dat had ik natuurlijk nooit. Nee. Maar ik gun hem er heel veel plezier mee. En hij zei, als ik ooit stap, dan geef ik hem terug. Maar die gaat niet stappen, want als dat één keer in je bloed zit, als geheim, ja, nee, precies. Gaat er nooit meer uit. Nou, wat je weet, hè, dat is gewoon zo. Het gaat er nooit meer uit. Tijdens optredens. Live optredens, zeg maar, in cafés, feestenten. Ja. Groot succes, denk ik. Ja, altijd. Ja, die plaat, ze zingen allemaal voor me uit. Ja, ik hoop ooit nog eens een keer op Tucker FM te staan. En dan ben ik benieuwd of ze hem daar ook helemaal zingen. Ik was laatst, moest ik het optreden in een grote sporthal in Dokkum. En daar waren ze hem al aan het zingen toen ze mij zagen staan. Toen dacht ik, oh, dat is wel heel bijzonder. Nou, ja. Fantastisch. Maar allemaal geheime zender. En het malle ervan is eigenlijk dat het heel veel jonge mensen waren die het zongen. Ja. Waarvan ik denk, nou, die kennen die plaat helemaal niet. Ja, precies. Nou, ze kennen hem wel. Ze kennen hem helemaal. Ze zongen ook van A tot Z helemaal mee. Het komt ook iedere keer weer terug, hè? Deze, ja, mooi, hè? Nou, dat vind ik wel zo bijzonder. Ja. Want hoe bijzonder is het om... dat was tijdens de kerst. En dat, ik weet ik heb dat social media niet helemaal, maar dat heet TikTok volgens mij. Mm-hmm. Had de jeugd twee motten van Doris. Ja. Het nummer is van 1959, 1960. Mm-hmm. Ze zongen hem helemaal mee. Ja. Ja. Twee motten. Nou, dat is 60 jaar oud. Ja, ze zongen hem. Ja. En dan denk ik, nou, dat is toch heel bijzonder. Ja. Dat is heel bijzonder. En dan, nou ja, en dan, als dan mijn plaat, De Grote Wens, of mijn grote wens, als die dan meegezongen wordt, ja, dat doet je wel wat. Nou, ja. Mij wel. Ik ben helemaal niet een trotse aap of zo. Maar in dat geval, ja. Nou, je mag niet trots op zijn, hoor. Ja, ik wil even mijn kippenvelletje van, hey jongens, dit is leuk. Ja. Dit is mooi dat ze meezingen. Ja. Nou, dat is... Dat is gewoon prachtig mooi om mee te maken. We gaan hem even draaien. Dankjewel. Goed idee. Hij is trouwens opnieuw opgenomen bij Martin Sterken. Okay. Die heeft er een beetje een andere draai aan gegeven. Een beetje andere swing erin. Ja. En het originele blijft natuurlijk ook mooi. Prachtig. We gaan nu de originele even draaien. De eerste. Ja, dat is mooi. Dat is heel mooi. Kunnen we misschien op het einde van het programma, zeg maar, kunnen we die andere versie even draaien? Ja, maar dat hoeft niet beslist hoor. Maar Martin heeft er een beetje een andere swing aan gegeven. Heeft daar een... heel mooie, zelf een mooie tweede stem achtergezet. Okay. Ja, ik was er wel heel blij mee. Ja. Ik vind het nog steeds, ik vind het een van mijn mooiste nummers. We gaan hem even draaien. Dankjewel, heel mooi. Luister mee. Er is op deze wereld nog veel te veel gedaan. De een doet het uit liefde, maar een ander voor het geld. Een vrouw van 80 jaren werd in elkaar getrapt. De supermarkt hier op de hoek is 3 keer leeg gejakt. Als deze wereld moet veranderen, doe het met elkaar. Waarom nou nog een oorlog? We houden van elkaar. Geef iedere dag wat liefde aan ieder medemens. Dat is wat ik zou willen, dat is mijn grote wens. Je hoort het bijna dagelijks via de tv. Het vandalisme neemt steeds toe, we zitten er maar mee. Waarom toch, lieve mensen, ga liever hand in hand. We kunnen samenleven in een gelukkig land. Als deze wereld moet veranderen, doe het met elkaar. Waarom nou nog een oorlog?
houden van elkaar. Geef iedere dag wat liefde aan ieder medemens. Dat is wat ik zou willen, dat is mijn grote wens. Dus mensen, word eens wakker, sta eens even stil. De wereld wordt steeds harder, kouder en kil. We moeten samenwerken aan een goed bestaan. Zonder al dit rammeland moeten wij verder gaan. Als deze wereld moet veranderen, doe het met elkaar. Waarom nou nog een oorlog? We houden van elkaar. Geef iedere dag wat liefde aan ieder medemens. Dat is wat ik zou willen, dat is mijn grote wens. Als deze wereld moet veranderen, doe het met elkaar. Waarom nou nog een oorlog? We houden van elkaar. Geef iedere dag wat liefde aan ieder medemens. Dat is wat ik zou willen, dat is mijn grote wens. Dat is wat ik zou willen, dat is mijn grote wens. Inschrijven wil. Is er dan niemand? Het is hier toch zo stil. Waar zijn mijn vrienden met wie ik alles heb gedeeld? Waar zijn de vrouwen die mij hebben gestreeld? Is er dan niemand die eens even aan me denkt? Is er dan niemand die mij zijn vriendschap schenkt? Zelfs mijn verjaardag lieten jullie mij alleen. Als ik straks vrijkom, waar kan ik dan nog heen? Ik zit hier al zo lang, een kale cel in het gevang. Blijft dit mijn leven, hoe lang zal dit nog verder gaan? Ik zit hier al zo lang, een stenen muur is mijn behang. En geen gordijnen, maar tralies voor mijn raam. Hier ga je merken dat je moeder niet meer leeft. En dat je vader geen barst meer om je geeft. Ik ga straks luchten in een grote stalen kooi. Hoe lang duurt dit nog? Wat is het leven buiten mooi? Ik zit hier al zo lang, een kale cel in het gevang. Blijft dit mijn leven, hoe lang zal dit nog verder gaan? Ik zit hier al zo lang, een stenen muur is mijn behang. En geen gordijnen, maar tralies voor mijn raam. Ik zit hier al zo lang, een kale cel in het gevang. Blijft dit mijn leven, hoe lang zal dit nog verder gaan? Ik zit hier al zo lang, een stenen muur is mijn behang. En geen gordijnen, maar tralies voor mijn raam. Maar tralies voor mijn raam. En geen gordijnen, maar tralies voor mijn raam. Ogen, die kijken ons aan.
zwarte kinderen, klein en teer. Zwarte kinderen, zonder verweer. De derde wereld, vol ellende en nood. Blanke kinderen, sterk en groot. Onze wereld, geen ellende en nood. Maar hun wereld, de ellende zo groot. We draaiden ook nog Is er dan niemand en een miljoenen ogen. Zo, ja. Zo volgen we een beetje de tijdlijn ook. Hè? Van, ja, dat klopt wel een beetje. Ik had vroeger in... in die jaren 80 zeg maar. 81, 82, 83, 84. Maar in ieder geval toen had ik een bar dancing. En dat trad de Music Boys traden veel bij mij op. Mm-hmm. Ewe Hulshof samen met zijn maatje Henk. En die kwam uit Frieseveen. En Ebe die kwam uit Stadskanaal. En die hadden toen een nummer gemaakt. Miljoenen Ogen. En nog meer nummers. Hadden ze ook zelf geschreven. En die jongens die maakten een LP. Die maakten geen single. Maar die maakten een LP. En die zeiden. God Johnny, is het niet wat voor jou om daarbij op te gaan met jouw nummer. Het enige verschil. Nou prima. Maar toen hebben wij dus Miljoenen Ogen is daar uitgekomen. En een prachtig mooi nummer. Maar heel lang geleden. En hij was net iets wat langzamer als dat ik had met het ene verschil. Maar het kwam eigenlijk op hetzelfde neer. Alleen hier is het dan... hongersnood was het. Hè? Het was eigenlijk een vraag naar... Ja, help de wereld met elkaar de boel weer op de route krijgen. Ja, ja. Maar goed, er is niet veel... Dus dat is echt de boodschap van het nummer. Dat was de boodschap van het nummer. Maar er is in vele jaren niet veel veranderd hoor. Maar het was wel een mooi nummer. En het waren twee hele goede muzikanten. Zeker Ebe Hulshof. Die mocht ik... heel graag zien drummen. Omdat ik zelf natuurlijk ook een beetje drumde in het orkest. Maar hij kon het natuurlijk vele, vele malen beter. Hij was echt, hij sloeg erop los. Dat was, het was een soort uitlaatklep voor hem. Ja, dit is echt zo. Mooi, ja, dat, hij kon er geweldig mee omgaan. Hij had een geweldige lieve ouders trouwens. Maar nou ja, ik heb hem nu nog ziekem. Ik zie hem niet, maar ik hoor hem af en toe nog wel eens wat op Facebook. Maar that's all. That's all in history. Ja. En wie weet zien we elkaar ooit eens weer. Ja. Hij speelde in het verleden ook wel eens hier in Veendam tijdens de zomerbraderieën. Oh, dat zal. Ja, hij is later. Ja. Maar ze zijn toen uit elkaar gegaan. En toen, ik weet niet of hij toen nog gedaan heeft met een nieuwe toetsenist. Volgens mij zijn ze toen als twee zangers begonnen, als duo. Mm-hmm. En later ging Ebe alleen op pad. En zoals ik het nu begrepen heb, is hij eigenlijk een beetje... Nou ja, gestopt eigenlijk. Als men hem nog wil hebben, komt hij wel. Mm-hmm. Maar hij...
het is niet meer zo van voor al uw feesten en partijen. Wilshoff komt langs, want dat... Ik geloof niet dat hij dat... Misschien ook wel door zijn werkzaamheden. Ik heb geen idee. Ja. Ja, misschien speelt de leeftijd mee. Ik weet het niet. Dat is iets wat in het midden blijft. Maar goed, ik tref hem morgen nog wel eens weer. En dan zullen we wel eens een gesprekje voeren, denk ik. Ja. Heb je wel eens vaker met andere artiesten gezongen samen? Of als duet? Nou, gewoon optredens wel. Maar ja. Op single. Ik had heel graag in het verleden graag één willen... Ja, nou, nog wel trouwens. Eén willen opnemen met Monica West. Want dat is wel een van de zangeressen waarvan ik denk... Ja, die kan natuurlijk, als je kijkt naar de regenboogmantel... Ja, ja mooi. Hoe ze zo'n nummer kan vertalen. Ik zie haar nu vrij regelmatig voorbij komen op TV Oranje. Mm-hmm. Monica, die timmert nog steeds aan de weg. Ja, behoorlijk. Ik volg haar op Facebook ook. Ja, ja, een hele goede zangeres. Ja. En daar had ik ooit wel eens een keer een nummer... Daar heb ik wel eens mee heel vaak mee opgetreden... maar nooit samen een duet gezongen of zo. Nee, dat had ik wel heel graag gewild. Maar ik heb het altijd... eerst het orkest natuurlijk. En daarna, vanaf 2000 ben ik eigenlijk begonnen... dat mijn dochter, die was toen 15, die zei van... nou papa, ik wil wel met je mee. Ja. Dus toen zijn we als vader en dochter zijn wij op pad gegaan. Maar dat was vanaf 2000. Maar in de jaren waar ik het nu over heb, in de jaren 80... ja, dat was Monica West natuurlijk een van de grote sterren bij de Piraten eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. En Anneke Drent in die periode. En het, toen nog het sneeuwbaltrio, die was toen nog helemaal niet zo bekend... Maar wel bij de Piraten. Mm-hmm. En dat zeg ik, we hebben heel veel te danken aan die geheime zenders. En dan werd je dan ook regelmatig uitgenodigd voor een fijne avond. En het was dan ook altijd vaak een feestavond. En dan, vloeide de alcohol rijkelijk en de hapjes gingen er fantastisch in. Alhoewel, ik moet zeggen, hier in het Piratencafé in Veendam gaat het ook hartstikke goed. We hebben hier de hapjes staan van Keurslager Huizing. Nou, wat die man klaar speelt, weet ik niet. Maar die heeft ontzettend lekkere hapjes. Mooi, hè? Die man komt volgende week weer. goede slager. Echt een hele goede slager. Deze een klein beetje sluipreclame, hè? Ja, tuurlijk. Die man die verdient het. Die hebt het ook top gemaakt. Ja. Ik vind het lekker, de mensen. En we straks ook nog een kleine verrassing, een bloemetje. Oh, ook van de slager? Ja, nee, die komt niet van de slager. Wel van een bloemenzaak uit Wildervang. Oh, die komt van de bloemenzaak. Ja. Oké. Okay. Dus, nou, dat vind ik wel heel erg aardig van jullie. Ja. Nou, wat een ontvangst. Ik was nog niet eens binnen en de schaal stond al naast de tafel. Ik denk, nou, dat gaat goed. Ja. Heerlijk. Maar het is ook allemaal hartstikke lekker. Er liggen ook dingen op wat ik ook allemaal lekker vind. Ja. Ja, ze kunnen het niet zien, maar onder deze balie, daar zit nog iets. Ik weet er alles van, ja. 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 Nou ja, goed. Het is allemaal zo lekker, hè? Precies. Neem het maar lekker mee zoals het is, jongens. Ja. Ik heb ooit een uitspraak gehoord van een hele goede vriend. En die zei, goede vriend, goede maat. En die is nu 82 zelf, ik ben 63. Hij zei, je moet één ding aan mij beloven. Je moet je leven in de breedte. Dat begreep ik even niet. Waarom moet je het in de breedte leven? Maar zijn lengte weet je namelijk niet. En dat is ook zo. Ja, precies. Dus neem het maar mee en pak maar een stukje worst. En dat ga ik zo ook doen. Ik neem straks weer een stukje. Nou, heerlijk. Lekker, man. Ja. Nou, we gaan nog even weer terug in de tijd. Zijn er nog mooie momenten wat jou altijd is bijgebleven tijdens optredens of zo? Of ja, ik heb in de jaren ontzettend veel opgetreden. En ik had toen heel veel kennis aan Anneke Drent. De bekende Anneke Drent. Ja. Die is toen helaas, kreeg ze borstkanker en toen is ze gestorven. Dat vond ik wel heel jammer. En Anneke was een echte, die kwam Kropswolde, geloof ik. Kielwinderweer. Okay, dat plekje. Dat is hier vlakbij. Ja, daar kwam ze vandaan. Ja. En Anneke die had een beetje landelijke bekendheid. Die was ook al eens een keer in Volle Toeren. Of op Losse Groeven, of hoe het programma toen maar heet. Ja, Losse Groeven. En die trad dus op in Schagen, in Alkmaar, in Amsterdam. En ze sleepte mij overal mee naartoe. En meeslepen bedoelde ik dan van, ze zei, ik zal ervoor zorgen dat jij ook een beetje in de muziekwereld een beetje bekender wordt. En dat was wel fantastisch, hè? Ja, dat vond ik hartstikke een beetje kruiwagentje, zeg maar. Het was eigenlijk ook een kruiwagentje. We hebben opgereden met Koos Alberts. Ik bedoel, die was toen in die tijd nog niet in een rolstoel. Toen was hij nog echt beginnend. Ja. En dat Koos Alberts 500 gulden vroeg. Waarvan we zeggen, goh, wat een hoop geld, man. Wij kregen 150 en dan was het klaar. Ja. En hij was toen net in de picture. Ja, later was het natuurlijk 4500 euro. Snap je? Het verschil in die jaren. En we hebben echt in mooie zalen gestaan. En prachtig mooi mee te maken. Ik zou dat ook voor geen goud had ik dat willen missen. Dat is echt... En je komt ook heel veel artiesten tegen. En ook hier in Groningen. Ik bedoel, wie kent niet Art Eggens? Ja. Meisje lief met je rode rok. Ja, zeker. Ja. Art Eggens was natuurlijk een fantastische zanger. En die man die...
Die gaf je tips en trucs. En die zei van, dat kun je er zo doen. En Fokko Kramer heette die volgens mij. Die had een uitzending Radio Noord in die tijd. Mm-hmm. Dat zat toen nog in de stad Groningen, dacht ik. Ja, ja nog steeds. Fokko Kramer heette. Rona Lisa vroeger. Sorry? Rona Lisa, die programma. Nou, dat kan maar zo. Over veranderd. Dat kan maar zo. Ja, maar hij was bijna overal, bij iedere feestavond was hij betrokken. Mm-hmm. En dan was hij dus als verslaggever van de Nieuwsblad van het Noorden, heette toen nog. Mm-hmm. En dat was ook wel eens. En ik deed ook wel eens mee aan programma's als een talentenjacht was of zo. En dan zat Jacques de Kona in de jury. Oh, ja. Toen al. Ja, met Wolder kwam hij vandaan. Ja. Ja, toch? Hij was scheidsrechter en hij was ook journalist voor het Nieuwsblad van het Noorden. Ja, echt fantastisch. Het was echt de dingen om niet te willen missen. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik ben ook altijd meegegaan. En we hebben een hele, hele mooie tijd gehad. Dat was echt, echt om te doen. En daarna is er een beetje een stop gekomen. Maar dat had meer met mijn werkzaamheden te maken. Ik kreeg een andere baan, zeg maar. Ik moest dan 's nachts vaak aan het werk. Ja, dan wordt het heel anders. Mm-hmm. Dan heb je geen tijd meer voor optredens. Nee, precies. Maar de muziek die bleef natuurlijk wel kriebelen en... Maar goed, we hebben toen nog wel wat nummers uitgebracht. Maar ik heb er altijd heel, heel veel schik in gehad. En nu nog. Mm-hmm. Nu is, ik zei net al over, Emil zou over een uitlaatklep. Ja, dat heb ik met muziek. Als ik een avond weg moet zingen, vind ik dat geweldig. Want ik vind het prachtig mooi om mensen het naar hun zin te maken. Ze zijn een avondje weg en er komen een tal van artiesten langs die zingen. Als je dan artiest mag zeggen. Natuurlijk helemaal geen artiest, maar... Ik vind het gewoon geweldig mooi om mensen mee te zien doen en mee in de haken en gaan met die banaan. Ja. Maar ook een heel mooi rustig nummer kunnen zingen. Ja, dat is mooi. Ja, precies. Daar geniet ik van. Ja. Je vertelde net dat je ook samen met je dochter bent begonnen, zeg maar. Ja. Rond 2000. Ja, kan je daar eens wat meer over vertellen? Ja, rond 2000 toen kreeg ik mijn dochter. Die zei, oh papa, ik wil wel een keer met je mee. Nou, ik denk 15 jaar. Dat weet ik niet of dat allemaal goed komt. Ja. Maar ze is ermee begonnen. Eerst was het natuurlijk met 4 of 5 liedjes op zo'n avond. Je wilde het ook niet te laat maken voor het meisje. Mm-hmm. En waren dat gewoon je eigen nummers? Of was het een beetje cover? Hoe moeten we dat was een beetje cover. Dat was een beetje cover. Okay. En mijn eigen nummers deed ik dan alleen. En dan de covers die we dan hadden. Die dan, ik had dan een avondvullend programma ook. Mm-hmm. Dan deed ik of van 8 tot 12 of van 9 tot 1. Maar ook gewoon zo wel in het caféleven. Als je geen feesten en partijen, maar gewoon zo in de kroeg, zeg maar, heet dat dan, op het biljart. En zingen met die hap. Ja. Dan stonden we dan met z'n tweeën. En dat is uitgegroeid naar... dat was op een gegeven moment uitgegroeid naar twee personen die gewoon daarbij horen. De tweede horen daarbij. En dat was dan mijn dochter. En die is nu 35, dus ze doet 20 jaar lang. Dat is al een poosje geleden, ja. Eerst was het natuurlijk een dat zei ik, 4, 5 nummers op een avond. Maar later toen, na een jaar of wat, toen ze 18, 19 was, toen zei ik, nou, je kunt ook wel wat meer doen. Ja. En die heeft zoveel plezier aan het zingen. Ja, en dat doet ze nog steeds. En, oh, wat leuk. Ik heb twee kinderen en de ene die zingt als een houten deur. Daar kun je, de zoon die doet, die zit in de horeca en die... Die kan de deur beter dicht laten, zeg maar. Ja, die vindt dat prima. En die zegt van, nou, ik hoef niet zo nodig te zingen. Nee. En mijn dochter zegt, ja, maar ik ga gewoon met je mee. Die gaat nooit alleen op pad. En toen zei ze, als ze doet, want er is een orkest geweest die haar vroeg om bij hun te gaan spelen... Toen zei ze, nee, als ik ooit als mijn vader stopt, ja, dan stop ik ook. Ze wil niet met een ander gaan zingen, ze wil alleen met mij op pad. Ja. Ja, en ze heeft natuurlijk ook veel ballen omhoog te houden, want ze heeft natuurlijk, ze is getrouwd, ze heeft twee kindertjes. Ze doet nog een opleiding daarnaast, want ze wil naar de eerste hulp in het ziekenhuis gaan werken. Ze werkt nu als verzorgende in een verzorgingshuis. En ze wil graag naar verpleegster. En daar doet ze een 2-jarige opleiding voor, 1 dag in de week naar school. 4 dagen werken. Dus ja, dan heb je wel eventjes dingen. En als het dan papa eraan komt die zegt... we gaan vrijdag en zaterdagavond weg te zingen. Dan is het wel eens wat te veel. Ja, dat snap ik. Maar we doen het met heel, heel veel plezier. Patrick, er was nog één nummer die wou je graag horen. Dom Diddelidom. Ja, Dom Diddelidom. Daar vertelde hij over. Dat is een nummer van Dick Walton, hè? Ja, klopt. Ja. Ik heb bij een feestje privé bij iemand thuis... Die had Dick van Altena uitgenodigd. En toen kregen we een gesprekje. Toen zei ik, goh, ik vind dat zo'n mooi nummer. Dom Diddelidom. Vinden wij ook. En Dick van Altena. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een artiest. Ja, het is wel een artiest, ja. Het is een man die heeft 1054 liedjes geschreven. Zo. Ja, dat was heel toevallig in de documentaire. Dat ik dat grappig inderdaad, dat je dat zo nauwkeurig Hij schreef voor Henk Wijngaard.
Ja. Hij schreef voor die mannen van... die waren voor de eigenaar van Slagharen. Ja, voor wie, wij zaten vroeger in de Dundee Band. Major Dundee. Ja, ja. Major Dundee Band. En nou, toen hebben we een beetje kennis gemaakt en een beetje gepraat. En toen later toen belde ik. Ik zei nou, ik ben zo verliefd op dat Dom Diddy Dom. Eigenlijk wil ik hem wel opnemen. Hoe vind je dat? Ja, hij zegt, dat moet je gewoon doen. Dat is te gewoon gek, iedereen, ja. Hij zegt, iedereen moet opnemen wat hij wil. En probeer het maar. En toen ben ik terechtgekomen bij Martin Sterken en Jan de Vriezen. En okay. Toen dacht ik, ja, dat die man had... Ja, iedereen heeft natuurlijk verstand van muziek. Mm-hmm. Maar zij hadden net een gehoor waarvan ik dacht, dat had ik niet verwacht. Dat het nummer zo zou klinken. Kijk, Dick van Altena zingt er natuurlijk op een prachtige manier. Ja. Maar op zijn manier. Op zijn manier, ja, precies. En Martin Sterken heeft daar een beetje een drummetje in gegooid, een dekseltje en een goede gitarist erachter. Ja, dan krijg je een heel mooi nummer. En dan krijg je een achtergrond van Lana Wolf. Nou, dat is een van de beste country zangeressen van Nederland, zou ik ja. zeggen. We gaan hem even draaien. Ik ben heel benieuwd, nou, inderdaad. Dat zou fantastisch zijn. Ik vind het echt een mooi nummer. Als het liedje één keer in je hoofd zit, gaat hij er echt niet meer uit. Kondig hem maar even aan. Ja, nou, luister lekker mee naar Johnny IJsing met het nummer Dom Diddly Dom. Sta hier de barsten van de kou. Dit is een van die dagen waarop niemand van je houdt. Ik zing mij naar de longen uit mijn lijf, maar niemand kijkt of blijft. Dom diddly dom, dom diddly dom, speel voordat de zon weer ondergaat. Dom dom diddly dom, dag mevrouw, u vraagt waarom ik hier zing op straat. Dom diddly dom, omdat ik niet anders kan. Ik ben een dom diddelietjes man. Om te werken ben ik veel te lui. Om te leren veel te dom, dom diddly dom. Er liggen wat munten in mijn vet, maar die heb ik er zelf van tevoren in gelegd. Maar niemand die het voorbeeld volgen wil, de straat is leeg en stil. Dom diddly dom, dom diddly dom, speel voordat de zon weer ondergaat. Dom dom diddly dom, dag mevrouw, u vraagt waarom ik hier zing op straat. Dom diddly dom, omdat ik niet anders kan. Ik ben een dom diddelietjes man. Om te werken ben ik veel te lui. Om te leren veel te dom, dom, diddly, dom. Ik zoek wat warmte in een bruine kroeg. Ik speel er dan de hele nacht, ik heb muziek in me genoeg. Ik zing er voor mijn brood en mijn plezier, uit noten voel ik bier. Dom diddly dom, dom diddly dom, speel voordat de zon weer ondergaat. Dom dom diddly dom, dag mevrouw, u vraagt waarom ik hier zing op straat. Dom diddly dom, mij omdat ik niet anders kan, ik ben een dom diddelietjes man. Veel te lui, om te leren veel te dom, dom diddly dom. Dom diddly dom, weg omdat ik niet anders kan. Ik ben een dom diddelietjes man. Om te werken ben ik veel te lui, om te leren veel te dom, dom diddly dom, dom diddly dom. Nou, prachtig hoor. Dankjewel. Ja, heel mooi gedaan. Ik ben er hartstikke trots op. Nou, dat was te zien, ja. Ik was ook hartstikke... Nou, ik was ook blij dat... Martin Sterken. Dat Dick van Altena daar toestemming voor gaf. Hè? Ja. Dat moet natuurlijk altijd eerst afwachten. Maar die zei, ja, dat is geen probleem. En ja, en ik vind dat Martin Sterken daar een heel mooi arrangement op gemaakt heeft. Ja. Die heeft dat echt heel mooi ingespeeld. Hij heeft alles zelf gedaan. Samen met Jan de Vries uiteraard. Ja. Jan de Vries doet dan de gitaarpartij. En Lana Wolf samen. Ja,
echt heel mooi. Ik ben er heel erg blij mee. En ja, toen zijn we verder gaan denken. En gegaan. Heb je ook nog een reactie van Dick zelf gehad op het nummer? Of? Ja, hij vond het mooi. Hij had, er waren een paar mensen uit Abelstra die waren bij een concert van hem geweest. Nou, een concert, hoe je dat ook benoemt. Het was een countrymiddag. En daar was Dick van Alter aan het zingen. En toen zei die, de man uit Abelstra, die zei van... God, we hebben iemand in Abelstra wonen. Die heeft hem. Ja, dat wist hij. Dat wist hij. Hij had hem ook gehoord. En hij vond het hartstikke leuk dat hij op deze manier naar voren werd gebracht. Ja, oké. Okay. Dus nou, daar ben ik best wel trots op. Ik, dat hij zegt van het is mooi, dan ben ik er ook blij mee. Zo simpel is het. Nou, en, absoluut. Ja. Toen dacht ik, nou, dit hebben we weer in de grote man achter het nummer natuurlijk. Deze hebben we weer in je zak gestoken. Ja. Zo simpel is het. Ja. Hoe zit het tegenwoordig met de optredens? Goed. Door die dom, die dom is het allemaal weer een beetje in de versnelling gekomen. Zie, want we waren toen net een beetje uit die... corona-periode. En toen was het natuurlijk helemaal... dat heeft niemand iets gedaan trouwens. Nee. En toen heb ik Dom Diddly Dom opgenomen. En toen begonnen de optredens weer een beetje te lopen. Mm-hmm. En toen heb ik met Martin Sterken weer overlegd van... God, ik wil nog wel eens weer wat anders. Toen zijn we op drie nummers gekomen. En één daarvan, die heb ik afgelopen vrijdag... heb ik de videoclip ervan geschoten. Samen met Jan de Vriezen. En natuurlijk Arjan Plaat. Want dat is natuurlijk de man en zijn broer. Doen we samen, zij doen het samen en hebben wij de clip opgenomen. En dat is deze keer samen met mijn dochter. Het is de eerste keer dat ik dus iets met mijn dochter ga doen op qua single. We zingen wel heel veel. Ja. Nooit uitgebracht op single. En nee, dat gaan we precies. Nu wel doen. Mooi. Het is gek, het oude nummer van Jan Verhoeven en Marianne Weber. Die waren toen samen en het heette het Holland Duo. En daar hebben wij het nummer samen van uitgeplukt. En hebben gezegd, nou, die gaan we zingen. En die hebben we inmiddels... op clip staan en we hebben hem op de CD. En die, ik denk dat die, nou, eind april, begin mei, wordt hij dan uitgebracht. Okay. En dan hebben we nog eentje in het verschiet en die komt dan in juni. Hebben we dan, nou ja, ik kan het wel een beetje verklappen, maar het is het nummer van Geluk. En ik ben er nog niet helemaal over uit of ik nou de juiste tekst neem van Pierre Cardinals of dat ik een nummer gewijd aan mijn oude dorp waar ik geboren ben. Mm-hmm. Want daar heb ik een hele mooie tekst op. Toen dacht ik, misschien is dat ook wel iets. Maar we gaan nu eerst voor... samen, hè? Dat komt dan begin mei. En ik heb een paar weken geleden heb ik zelf nog eentje opgenomen. Ook weer Martin Sterken uiteraard. En dat was een liedje van Gerard Cox. Van een lekker Hollands liedje. En daar heb ik heel veel plezier mee met mijn optredens. Dat mensen die gaan gelijk meedoen. Mensen gaan gelijk zingen. Want iedereen kent toch dat nummer. Ja. En hoe het kan weet ik niet. Maar... iedereen kent hem. Het is, van Gerard Cox was het eigenlijk een protestliedje dat hij niet werd gedraaid op Hilversum. Nou ja, goed. Dat heb ik een beetje veranderd. Nou, ik heb niks veranderd. Nee, dat mag ik helemaal niet zeggen. Martin Sterken heeft hem een beetje veranderd. Want Gerard Cox heeft het over een Benny Nijman. Die heeft het over Rob de Nijs. Nou, laatst genoemd is heel ziek. De eerste is overleden Benny Nijman. Dus hebben we de namen een beetje veranderd. En hebben we daar wat bekendere artiesten van tegenwoordig in verwerkt. Ja, precies. En die hebben we dus een aantal weken geleden hebben we die uitgebracht. Ook met een videoclip. Oké. Okay, ja. Een lekker Hollands liedje. We gaan hem straks even draaien. Ja, dankjewel. Zijn er nog mooie momenten? Ja, nog even weer een kleine terugblik. Die je nog wilt delen, zeg maar, met de luisteraars. Nou ja, kijk, qua optredens en zo, dat gaat hartstikke lekker. Het is heel veel veranderd. Ik bedoel, ik zie nu de jeugd gewoon lekker alles meezingen. Het is hartstikke leuk. Dat was natuurlijk in de jaren 80, 90 ook wel zo. Ja. Alleen had je dan, met alle respect hoor, had je dan wat ouder publiek. En dan was het, dat was het dan. En nu, en dan had je, als je dan optrad, had je dan een zaal vol met 150, 200 mensen. Ja. 250 soms. Mm-hmm. En dat was het wel. En als je er nu optreedt en je staat in een grote hal waar 1000 mensen in kunnen. En dat is voor mij heel veel natuurlijk. Ja. Ik bedoel, Tukker FM feesten staan 10.000 mensen in, maar... voor 1000 mensen. Toen dacht ik, ja, dat moet eerst even wennen. Nou, als je dat één keer gedaan hebt. Dat geeft zo'n kick. Dat is onvoorstelbaar. Nerveus tot aan de teennagels, tot aan je kruin. Nou, logisch, ja. Ja, dat is, je bent gewoon hartstikke zenuwachtig. Want en dan doe je het al zo lang. Hè? Ja, en je wilt graag dat ze dat alle 1000 mooi vinden. Dat kan natuurlijk precies. Niet. Ja, nee. Er is ook een spreekwoord. Er is geen kok gevonden die kan koken naar alle monden. Dat is met muziek precies zo. Ik heb er gewoon heel veel plezier aan gehad dat ik voor die 1000 man mocht zingen. En later is dat nog eens gebeurd. En dan denk ik, ja, dit is het wel.
dit is wel heel mooi om te doen. Stiekem heb je toch wel de wens om even op Tucker FM te gaan opnemen. Ja, zeker. Ik wil heel graag eens een keer naar het feest. Ja, ik wil heel graag eens een keer naar het feest. Nou ja, daar hoor je ook gewoon tussen. Ja, wie weet luisteren ze dit af en kunnen ze daar eens... Anders sturen we het op. En anders stuur je het op, ja. Ja, helemaal met die plaats van mijn grote wens, zeg maar. Dat hoort daar gewoon bij. Ja, dat vind ik ook. Dat was in het begin ook al Martin Sterkers zijn idee. Dan zei hij, oh, hier kun je wel... Dat nummer ken ik ook wel. Toen ik dus voor de eerste keer bij kwam. Mm-hmm. Toen zei hij van, daar kun je wel mee naar Tucker FM. Ja, absoluut. Ja. En, nou, dat is er toen bij gebleven. Dat is, of het is in het vergeethoekje gekomen, dat weet ik ook niet. Nou, maar misschien gaan we dat binnenkort nog eens doen. Misschien luisteren ze wel. Hè? Je weet het nooit. Nee. Ik heb ook het idee dat Jan de Vries ook overal naar luistert. Dus ik denk wel dat Jan de Vries dit wel oppikt. Ja, precies. Je hebt geen idee, nooit. We gaan, we gaan die plaats zo even draaien. Ja, zeker. Nou, we gaan het even een beetje afronden. Ja, toch? Inderdaad, ja. Ja. Nou, ik wil jullie allemachtig hartelijk bedanken voor jullie uitnodiging. Ik heb het fantastisch naar mijn zin gehad. Jullie hebben echt een prachtig mooi piratencafé. Nou, dankjewel. Het is recht een piratencafé. Alles ademt hier ook naar piraten. Je hebt gewoon een hartstikke mooie studio. En alles luidt en duidelijk. Een prachtige schaal met hapjes. Nou, ze hebben ze nog eens op. En dat nog steeds van die slagerij Huizing. Die man die is echt fantastisch bezig. Ja, nee, dat is zo. En mij rest alleen maar om jullie te bedanken. Maar ook jullie luisteraars. Ja. Wil ik graag iets meegeven. Wat ik vroeger van mijn oma al leerde. Doe het goed. Hou het goed. Dan heb je het goed. Nou. En denk een beetje om elkaar. En dan komt alles altijd voor elkaar. Fantastisch. Zo moet het zijn. Ik wou je de vraag al stellen of je nog wat voor de luisteraars... maar die was er al. Ja. En zeker voor jullie... Hartstikke bedankt. Nou, en mogen we jou ook bedanken. En nog iets aan de piraten? Ja, bedankt voor alles wat ze hebben gedaan. Alles, nee, maar daar kan geen radiostation tegenop. Nee. Of het nou Hilversum 3 is, of het is Hilversum 5, of het is Sky Radio. Het maakt niet uit. Sky Radio is natuurlijk helemaal, moet je helemaal niet noemen. Maar het is de piratenmuziek. Wordt, je kunt niet een avond overslaan of er is wel een piraat in de lucht. Ja. Ja. En dan wordt je plaatje gedraaid. Het is een cultuur, hè? En als je plaatje gedraaid wordt, word je uitgenodigd voor een feestavond. Daar heb je je optredens aan. Ja, hè, want ik heb echt niet de illusie dat ik op sterren.nl op het podium ga staan. Dat ik daar op een plein ga zingen. Absoluut niet. Die illusie heb ik niet. Maar dat je een paar optredens overhoudt aan een fijn gesprek in de studio, zoals hier bij jullie. Mm-hmm. Ja, dat doet mij goed. Nou, en dan, fantastisch, Daar dank ik wel alle piraten voor, inderdaad. In heel Nederland eigenlijk wel. Mooi gesproken. Echt wel. Ja. Johnny, heel erg bedankt. Ja, jullie ook. We gaan nog even een paar nummertjes grote draaien. Klasse. Dankjewel. En fijne reis weer naar Appelschaar. Nou, maar dat is niet zo ver, hoor. Het is eigenlijk maar 35 minuten rijden. Dus het valt mee. Volgende keer kom ik met de helikopter, dan is het nog iets korter. Want ik zag geen landingsbaan hier. Ik denk, nou, dan doen we het maar even op deze manier. Of een trapautootje, hè? Weet je wel. Nee, van het verkeerspark. Dat rijbewijs heb ik nog steeds niet gehaald. Nee, dat ga ik niet doen. Pas maar op, hoor. Dan pak jij de politieautootje zeker dan niet. Ja, kom je achter mij aan. Dat is mijn doel, vind denk ik. Nogmaals, ik vond het hartstikke leuk. Hartstikke fijn. En ik hoop ooit, misschien in de toekomst... nog eens een keer van jullie te horen. Nou, dat zal heel goed zijn. Samen kunnen absoluut. Doen. De oefen die heeft vanavond ook weer gevuld. Ja, dat zag ik. Een fijne man ook trouwens. Ja. Hij gaat gewoon voor mij langs om alle hapjes te pakken. Ja, precies. Ja. Fijne keer. Anders komt die schaal niet leeg. Hè? Hele fijne man. Maar dat is ook terug te bekijken op YouTube. Vanaf vanavond zeg maar, 8 uur. Gaat hij een première. Even zoeken op Piratencafé op YouTube. Ja. Oh, dat kunt u terugzien. Nou, dan ben ik mooi op tijd om terug om het even te kijken. Nou, perfect. Hartstikke mooi. Dankjewel. Okay. We gaan nog even muziek draaien. Dankjewel jongens, fijne avond. Ik heb niet zo'n mooie stem als Jan en Marco. Ik ben niet zoals Jannes, heel normaal. Ik heb net niet de figuur van Fransie Bouwer. Maar ik zing toevallig wel dezelfde taal. Ja, ik zing doodgewoon een lekker Hollands liedje. Ik ben die zanger met dat grijze haar. Misschien wil Radio NL mijn plaatje draaien. Maar hoe krijg ik dat in godsnaam voor elkaar? Leek ik maar wat meer op Gerard Joling.
dacht ik van René Karst maar iets meer weg. Want die verkopen karrevrachten platen. Tja, ik ben niet beroemd, dat is de pech. Ja, ik zing doodgewoon een lekker Hollands liedje. Ik ben die zanger met dat grijze haar. Misschien wil Sterren en El mij ooit eens draaien. Maar hoe krijg ik dat in godsnaam voor elkaar? Marloes, Corrie en Marianne Weber. Mieke, Tieneke, ga zomaar door. Zijn niet van het beeldscherm af te branden. Maar dat maakt mij niet uit, want ik ga lekker door. Dus ik zing door gewoon een lekker Hollands liedje. Ik ben die zanger met dat grijze haar. Maar jullie waaien de boel op. Jullie geven mij bloem. Nou, ik vind het echt fantastisch. Dit stel ik heel erg op prijs. Bedankt. Grote klasse. Mooi.